De Haringvlietbrug komt uit 1964. Afgelopen zomer hebben wij het beweegbare deel, de klep, gerenoveerd. In 2030 staat de renovatie van de Haringvlietbrug op het programma. En tot die tijd houden wij met versterkingsmaatregelen de brug in stand. De versterkingsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat het verkeer veilig over deze brug kan blijven rijden. We hebben daarvoor diverse versterkingsmaatregelen uitgevoerd in de brug, aan de buitenzijde van de brug. Dat hebben we allemaal gedaan afgelopen zomer in het zomerslot van de stremming van de Haringvlietbrug. De werkzaamheden die we nu nog uit moeten gaan voeren, die veroorzaken geen extra verkeershinder, want die kunnen we doen met het verkeer op de brug. Op dit moment zijn wij 1,8 kilometer aan versterkingsstrippen aan het aanbrengen. Dat klinkt makkelijker dan dat het is, want de brug die is vervormd aan de zijkant. Die vervorming die brengen wij in beeld door middel van 3D-scannen. Met die scannen kunnen we snijvels maken. En die snijvels die worden omgezet op plaatmateriaal. En die plaat die worden op maat gesneden. Vervolgens worden deze strippen uniek genummerd. Deze strippen die worden dan hier naar de brug toegebracht. Dan kunnen we die op de juiste volgorde aanbrengen in de brug, middels hechtlassen. Daarna worden de strippen helemaal afgelast. Als de strippen afgelast zijn, dan komt er een heel conserveringssysteem op. Door het lassen verbrandt de verflaag van de brug. En om deze te herstellen hebben we een uniek mobiel werkplatform ontworpen. Met het werkplatform kunnen we de verflaag herstellen aan de buitenzijde van de brug. Al met al is het een megaklus die we samen met Rijkswaterstaat ten uitvoer brengen. We hopen met deze werkzaamheden na de zomer klaar te zijn en is de brug weer volledig op sterkte.